Ja, minder contacten, meer mondmaskers en meer telewerk. Met die en andere maatregelen zouden we de coronacijfers naar beneden moeten krijgen. Mark Noppen van UZ Brussel, bent u tevreden met de nieuwe maatregelen? Goh, mocht ik een virus zijn, ik zou relatief tevreden zijn. Want ja, voor een virus of een viroloog in het omgekeerde geval is het nooit genoeg. Maar aan de andere kant moeten we ook rekening houden met de realiteit. Relatief tevreden als je een virus zou zijn? Waarom? Ja, nee, omdat er is nog mogelijkheid. Hè. Er zijn maatregelen afgekondigd, maar die zijn ook niet meer van die aard dat we zeggen, oké, nu is het lockdown en gedaan. Dat is het niet. Dus het is een compromis, zoals we het een beetje gewoon zijn. Maar op zich vind ik dat, hoe moet ik dat zeggen? Ik heb daar twee elementen over te zeggen. Eén. Wat misschien nog belangrijker was dan de maatregelen die genomen zijn, is de timing. Want dit hadden we 3, 4, 5 weken geleden moeten doen. Want toen wisten we dat dit aan het gebeuren was. De beleidsverantwoordelijken zijn geïnformeerd daarover. We wisten dat in de herfst dit opnieuw ging gebeuren. En waarom is er dan nu pas beslist? Omdat nu de cijfers zo duidelijk worden dat men er niet meer omheen kan dat er iets aan het gebeuren is. Met vroegere beslissingen hadden we betere cijfers. Wel ja, omdat we dit nu al... Dit is de vierde keer. De eerste keer, daar ga ik me niet over uitspreken, dat was iets nieuws voor iedereen. De tweede, derde keer hadden we voor een groot deel kunnen vermijden of toch tenminste de impact kunnen reduceren. En nu voor de vierde keer wordt het een beetje vervelend, omdat we dit al wekenlang wisten dat dit ging gebeuren. En nu pas maatregelen komen. Dus zijn die voldoende? Ja, de timing is van belang. Dat is één punt. Tweede punt is ook het narratief. Wat ik wat mis in het hele verhaal, is dat wij de endemie... Het is al geen epidemie meer, het is een endemisch probleem. Wij zijn de endemie. Wij allen zijn verantwoordelijk voor wat er aan het gebeuren is. Dus het zijn niet alleen de politici, maar het is ook ons eigen gedrag, onze bijdrage tot de maatschappij. En dat weinig is iets wat ik mis. Dat wordt te weinig benadrukt. We moeten eerst wel even uitleggen, geen pandemie meer, maar endemisch. Ja, of epidemie. Er is een, met endemisch bedoelt men, en dat weten we al ongeveer een klein jaar, is dat dit virus natuurlijk niet gaat stoppen nu, hè, door vaccinatie of iets anders. Dit is een verhaal dat we nog jaren gaan meedragen. Jaren? Of gaat het jaren nooit stoppen? Nee, jaren. Jaren. Dat is nog door Peter Piot en zijn echtgenoten een paar weken geleden in de Tijd nog eens bevestigd. Maar we weten dat van een paper in Nature van, ik denk, maart. Er is dat 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar? Men schat, de optimisten schatten tussen de 3 en 5 jaar. De pessimisten gaan tussen 5 en 10 jaar. Maar dit wordt een endemisch verhaal. Dat wil zeggen dat we elk jaar tenminste 1 keer dit gaan meemaken. Een coronaseizoen gaan. Vermoedelijk seizoenaal, omdat het een respiratoire overdraagbaar virus is. En dus in de herfst, wanneer we terug gaan crowden en binnengaan en minder buiten leven, dat we dit gaan meemaken, zoals de respiratoire virussen, RSV, influenza enzovoort. Ja, maar een griepseizoen is nooit zo zwaar. Nee, omdat het is een ander virus natuurlijk. Ja, maar gaat die volgende 5 tot 10 jaar altijd zo zwaar zijn, of gaat dat... Wel, dat hangt af van, zou ik zeggen, de mutageniciteit van het virus, de mate waarin het zich gaat muteren. In regel weten we van coronavirussen dat ze evolueren naar, wat ik zou durven zeggen, een soort verkoudheidsvirus. Dat is ook in het belang van het virus. Zeer besmettelijk en je gaat er niet aan dood. Dus de gastheer overleeft. Dus je kan dus vanuit een darwinistisch standpunt is dat een heel logische evolutie. In dit specifieke virus lijkt toch wel geruime tijd virulent te worden. De Delta-variant die we nu kennen is meer besmettelijk, wat logisch is, maar is ook wel virulenter dan de eerste variant. Maar dat houdt is toch u dan ongewoon als CEO van het ziekenhuis rekening met bijvoorbeeld 5 jaren met dezelfde maatregelen? Ja, dus net morgen gaan we... We doen regelmatig streamings voor het personeel om uit te leggen wat er aan het gebeuren is. Dus informatie is cruciaal en communicatie. En we gaan dus ook een tip oplichten van het feit dat we nadenken over structurele maatregelen. Want dit, wat we nu doen, is brandjes blussen. Hè, of branden blussen, om de metafoor te gebruiken. Maar dit houden we niet vol. We gaan niet 2 keer per jaar dit soort maatregelen moeten introduceren in een ziekenhuis met een overwerkt personeel, uitstel van niet-covid-zorg, want die bestaat ook nog. Ja. Dus we denken na over een manier waarop dat we rekening gaan kunnen houden met het feit dat we elk jaar tenminste 1 keer een episode, een tijdperk gaan hebben waarin we een
een relatief veel patiënten gaan krijgen met in dit geval COVID-gerelateerde pathologie. En wat zijn dan structurele maatregelen die u kan... Dat houdt bijvoorbeeld in dat we kunnen nadenken over de spreiding van de activiteiten in het ziekenhuis. Typisch bijvoorbeeld in de zomermaanden, juli, augustus, is het ook het tijdperk waarin mensen hun overuren opnemen en wat vakantie kunnen nemen. Dan plannen we ook minder planbare zorg. We moeten dat misschien meer en beter spreiden. Twee, personeel moeten we misschien af van ons zeer rigide systeem van toewijzingen, van opdrachten en toelatingen van wat mensen mogen doen en wat meer agile, zoals men zegt, flexibel kunnen omgaan met jobopdrachten. En bijvoorbeeld kunnen denken aan een reservekorps in het ziekenhuis van verpleegkundigen en artsen die een bijkomende bekwaamheid in bijvoorbeeld infectiologie en covid-pathologie opdoen en die we kunnen inzetten wanneer het nodig is en kunnen terugnemen wanneer het niet nodig is. Ja. Enfin, we hebben zo'n aantal ideeën die we aan het uitwerken zijn. Trouwens, we zijn daar niet alleen in. We moeten het warm water niet altijd uitvinden. In het Verenigd Koninkrijk is men daar al een jaar mee bezig. In de Verenigde Staten ook. Dus we moeten toch een keer durven nadenken over de organisatie van onze gezondheidszorg. En op lange termijn. Maar dat is op langere termijn. Ja, en dat is iets wat ik mis ook. Dat is dat perspectief. Nu is het perspectief de volgende... De vierde golf. De volgende daling van de golf. Maar in feite moeten we enkele jaren verder durven kijken. En daar bent u inderdaad mee bezig. Ik schrik wel wat van de impact, ook de volgende... Het domste wat we kunnen doen, is daar geen rekening mee houden en dat negeren. Uh-huh. Want de evidence is er. Hè. Dus we weten dat de komende jaren we er niet gaan vanaf zijn. Dus bereid je best voor, gouverneer c'est prévoir, hè, op wat eventueel komen gaat. En als dat niet komt, zoveel te beter. Maar we gaan tenminste voorbereid zijn. Mag ik toch nog even bij de vierde golf blijven stilstaan? Hoe is het bij u op intensieve zorg? Ligt alles vol? U moet weer opschalen? Ja, morgen moeten we naar fase 1b in ons, het ganse land. Want wij kwamen vanuit een Brusselse situatie, was een beetje anders. In ons rare land. Dat betekent dat we de helft van onze intensieve zorgcapaciteit moeten ter beschikking stellen van COVID-patiënten. Nu, men moet zich daar ook niet bij voorstellen dat we dan plots, 6 extra bedden gaan laten leegstaan en wachten op de COVID-patiënten. Het is dus een dynamisch gegeven. Dus wel de organisatie, zeg. Maar de organisatie moet je aanpassen. Ja. En dus, in dit geval vanaf 50%, moet je de niet-COVID-zorg ook gaan beginnen reguleren. En dus dat wil zeggen, heel concreet, een aantal zaken afbellen, uitstellen, opnieuw. Een collega, heel van ons, vervelend is. Ja, een collega van ons kreeg gisteren te horen dat de tumor die bij hem gevonden is pas in januari kan weggehaald worden. En dan nog natuurlijk. Ja, weet u, wat we proberen te doen, is de dringende en noodzakelijke niet-covid-zorg te laten doorgaan. Dat wil zeggen... in onze omgeving en maatschappij, de dringende cardiovasculaire ingrepen, hartoperaties en dergelijke, dringende neurochirurgische ingrepen en ook oncologische ingrepen, dus kankeroperaties. Een tumor in je lijf, dat wil je er normaal zo snel normaal mogelijk, willen we dat niet uitstellen. Ja. En dingen die we uitstellen zijn zaken die ook in regel, en daar wringt het schoentje een beetje, dat zijn ook zaken die in regel geen intensief bed nodig hebben na de operatie, liesbreuken, heupen, knieën enzovoort. We laten dat zoveel mogelijk doorgaan nu, hè, omdat we ook die mensen niet willen teleurstellen. Maar het zijn de kritische bedden die de bottleneck zijn in de ziekenhuizen vandaag. Hoe zit het met personeel? Houden ze het vol? Veel uitval? Ik ben vanochtend... ik doe dat zo in de crisismomenten, wandel ik rond in het ziekenhuis en probeer ik iedereen toch een keer te spreken. En ik moet zeggen, het is een dubbel gevoel. We zien uitval door... infectie en vooral quarantaine, hè, van kinderen op school en dergelijke. Mensen die niet kunnen komen werken. Maar dat valt relatief gezien mee. We zitten nu op een 8% ongeveer ziekteverzuim. Het gemiddelde is normaal 6% bij ons, dus dat is nog niet zo dramatisch. Ik hoorde vanochtend dat andere collega-ziekenhuizen tot 15% uitval hebben. Dat wordt heel moeilijk. Twee, moet ik ook zeggen dat de mensen zijn... moet ik zeggen, wat gefrustreerd, omdat dit al de vierde keer is en we dit voor een groot deel opnieuw hadden kunnen vermijden. En
speelt ook de vaccinatiegraad een rol voor degenen die we op intensieve opvangen. Dat zijn veelal niet-gevaccineerde mensen. Maar toch moet ik zeggen, de motivatie is intrinsiek en blijft aanwezig. En ik ben heel aangenaam verrast door de willingness van onze medewerkers. Dus we staan onder druk, maar ik wil ook niet klagen. Het is onze job en we moeten erdoor. En veel respect inderdaad voor dat zorgpersoneel. Toch nog eens, u zei het ook weer, veel niet-gevaccineerden op intensieve zorg. Ja, maar ook gevaccineerden. Voor de niet-gevaccineerden is dat gevaccineerden op intensieve liggen een bewijs dat het vaccin niet werkt. Wat zegt u dan? Ja, maar dit heeft ook weer te maken met wat ik in het begin zei. Dat is goed uitleggen waar het over gaat. Waarom vaccineert men? Ik heb dat hier al eens een keer uitgelegd. Het Europese organisme dat zich daarover uitspreekt, de Disease Control Center. Er zijn drie redenen waarom je moet vaccineren. Ze zijn in december vorig jaar uitgegeven. 1. Dat is reductie van de mortaliteit. Het aantal mensen dat sterft aan de infectie. 2. Reductie van het aantal gezonde levensjaren dat je verliest. Dus zware pathologie, zware ziekte vermijden. 3. Dat is de bescherming van het gezondheidszorgsysteem. Dat mag niet collaberen, want dan heeft iedereen last van. Dat zijn de drie redenen. En daarvoor werkt het wel. En daarvoor werkt het wel. Mochten we nu in een situatie zijn met deze variant van dit virus zonder vaccinatie, dan zaten we boven waar we al op de eerste golf en de tweede golf zaten. Dus het werkt wel. Mm-hmm. En je kan dat perfect uitleggen met de zogenaamde vaccinatieparadox. Neem nu het voorbeeld, mochten 10 miljoen Belgen gevaccineerd zijn. Het beste vaccin heeft 95% bescherming net na de vaccinatie. Dan betekent dat dat er 500.000 Belgen nog altijd vatbaar zijn voor die ziekte. Mm-hmm. En in het ziekenhuis kunnen terechtkomen. En die mensen zijn dan voor 100% gevaccineerd. En dus dat is de paradox die je moeilijk uitgelegd krijgt en die nochtans heel logisch is. Hoe meer de bevolking zich laat vaccineren, hoe relatief meer gevaccineerden in het ziekenhuis gaan terechtkomen. Maar in absolute aantallen veel minder dan mochten we niet gevaccineerd zijn. En dat is de boodschap die je moet proberen duidelijk maken, ook aan het personeel. Verhoudingsgewijs liggen meer niet-gevaccineerden nu in het ziekenhuis. Toch even ook naar het theater. Michael de Kok, wat vindt u van de maatregelen? En wat betekenen ze voor u? Wel, ik deel voor een stuk de mening van wat er al gezegd is. Hè. Dit stond eraan te komen, dus men had vooruitziender kunnen zijn. Men was te snel, vermoedelijk met het weggooien van de maskers enzovoort. Naar theater gaan is veilig, dat is al veel gezegd. Daar zijn geen voorbeelden van grote brandhaarden. Jullie gebruiken het COVID-safe-ticket. Wij gebruiken het COVID-safe-ticket al een tijd. Wij hebben ventilatiesystemen, die lucht is daar goed. Dat scheelt natuurlijk van zaal tot zaal, maar dat is over het algemeen goed. Er zijn heel veel protocollen uitgewerkt al een heer jaar lang om mensen veilig te laten gaan, binnen laten te komen, te gaan zitten enzovoort. Nu, wat het masker betreft, in heel veel Europese landen, ik kom wel eens in Frankrijk in het theater, in Spanje, hebben ze die maskerplicht in het theater. Dat is niet het einde van de wereld. Wat het probleem wel is nu, dus ik denk dat mensen gaan blijven komen naar het theater. Dat masker, 2 uur naar een voorstelling kijken met een masker, is niet erg. Dat was nog niet nodig bij u? Want ik heb al op plaatsen gezeten in het theater. Nee, masker wel. In de Munt bijvoorbeeld hebben ze het al vroeger gedaan. Dat was nog niet verplicht. Bij ons. Dat gaat vanaf nu wel. Nu komt dat wel. Wat er wel problematisch is, is de manier van communiceren. Is het feit dat men het niet voorziet. Is het feit dat die maatregelen komen zonder dat er meteen steunmaatregelen bij komen. Want heel veel mensen verliezen natuurlijk nu weer werk. Is het feit dat het annulaties regent. Is het feit dat... annulaties? Ja, uiteraard. Er zijn zowel in de privésector als zaal van huren. Heel veel cultuurmedewerkers verliezen nu opnieuw heel veel werk. We weten sinds de vorige golven... Cultuur is belangrijk. Hè. Er zijn heel veel mensen die komen kijken naar dingen die zeggen... die zo blij zijn dat we terug open zijn. Minister Van den Broeke heeft het over wetenschap en over solidariteit. Wel, er is ook nog welzijn en er is nog levenskwaliteit. Dus nu de communicatie en daar... Dat vind ik ook paradoxaal. Natuurlijk moet je voorzichtig zijn, natuurlijk moet je afstand houden, natuurlijk moet je masker dragen. Maar je moet niet wegblijven. Maar je kan gerust gaan kijken naar bij theater. De anderen. Blijven jullie weg uit theater? Of, Ik zat onlangs voor Braams in de Bijlook en dat was ook waarschijnlijk... Nee, er waren 3 mensen die een mondmasker droegen op. Ja. 400, denk ik. Dus nee, zeker als je stil zit en je zit te luisteren. Dan is het ook helemaal niet erg. Het is alleen natuurlijk achteraf, dat was trouwens ook, ik ben in KVS geweest voor de boekvoorstelling van Tom Nagels. Allemaal met een mondmasker aan. Ja, tot de receptie begon natuurlijk. Dan was het gezellig. En dan het hele concept van bubbles was al heel snel vergeten. Maar annuleert u nu?
Ik denk dat ik zal blijven gaan. Ik zal meer op mijn gemak zijn als iedereen een mondmasker draagt. Mevrouw Peters, annuleert u? We zien dat andere, dat tal van evenementen wel geannuleerd worden. Hè. Ik denk nu maar, normaal gezien ging ik morgen naar een groot feest van de ondernemer van Unizo. Ja, het is gecanceld. Mm-hmm. En daar leidt toch de evenementensector enorm onder. Ja, de nachtclubs zijn 2 maanden open. Hè. Sinds 1 oktober kan je het je voorstellen. Je bent 1,5 jaar dicht geweest. Sinds 1 oktober kan je terugwerken. En nu komen deze maatregelen. Nee, dat is het verstengen. Ja, ik volg het verhaal helemaal. Vorige week was ik net als jij in Spanje. En ik ben naar het Palau de la Música Catalana gegaan in Barcelona. Iedereen draagt daar een mondmasker. Je wordt getest. Maar alles kan doorgaan. Ja. Maar de discipline, wat mij opviel, Spanje doet het fantastisch goed. Portugal, Italië, dat waren de landen, weet u nog? Die waren ooit de slechtste van de klas. Wij zijn de beste. Maar iedereen draagt daar een mondmasker. Ja. Wanneer er volk bij elkaar komt, draagt men een mondmasker van kleuter tot ouderling. Nu, dat kan niet voor iedereen. Er zijn natuurlijk optredens, er zijn concerten waar dat moeilijk ligt. Dan is de regel van bij het begin eigenlijk heel simpel geweest. Laat werken wie kan, steun wie niet kan werken. En dan kan je eigenlijk... Ik hoor de vraag naar steun. Nee, dat is toch de evidentie zelf. Ja, we weten sowieso dat ze allemaal heel erg daaronder lijden. Hè? Dus heel veel evenementen die gecanceld worden. Ik hoorde minister Kevits op de radio zeggen het is niet de bedoeling om weer massaal steun te geven. Ja, we willen vooral ook geen zaken sluiten. Dat is vooral het opzet. Hè? Dus mensen moeten kunnen blijven gaan. U zegt terecht, cultuur is heel belangrijk. Mensen moeten elkaar ook kunnen ontmoeten. En vandaar dat al die maatregelen er zijn gekomen. Steun, ook, hè? Ja of nee? Kan er nieuwe steun voor bijvoorbeeld culturele sector, eventsector? Ja, maar ik krijg zelf ook heel veel vragen. De evenementsector, ook de autocar, autobussector. Er zijn heel veel sectoren die het vandaag de dag heel moeilijk hebben. Maar minister Van den Broek stuurde er al op aan. Daar zou toch binnen de federale regering een gesprek over moeten plaatsvinden, over die steun, want die is noodzakelijk. Er zijn gewoon te veel mensen opnieuw nu. Maar dat zijn niet alleen de artiesten. Hè. Dat deint uit naar... Die verhalen die kennen we al lang. Hè. Dat deint uit naar heel veel mensen die plots heel veel inkomen verliezen. Maar ik hoor u twijfelen. We zullen het morgen erover hebben, denk ik, in de Vlaamse regering. Inderdaad. Ja, komt de Vlaamse regering. Maar ik vind het heel belangrijk dat men blijft benadrukken. Je kan veilig gaan. Je hoeft niet Zorg bang voor te jezelf. Zijn. Je hoeft niet bang te zijn. Hou je masker aan, hou afstand. Neem de meter mee. Nee, maar die boodschap is heel belangrijk. Ik denk wel dat mensen moeten weten dat ze kunnen blijven gaan. Wel, hè. Ja. Mm-hmm. En het is zo dat die landen, zoals Spanje, Portugal en Italië, naast het feit dat ze een hoge vaccinatiegraad hebben, Portugal zelfs en Spanje hoger dan ons, maar daar is er een soort discipline ingetreden bij de bevolking dat men, wanneer men ergens is waar meerdere mensen zijn, draagt men het masker. Punt. Wat ik een tweede element, er wordt op gecontroleerd en je wordt erop aangesproken. Maar het is juist de overheid die het weer wat had losgelaten. Maar het was een beetje vreemd, ook in de media werd er zo geroepen 2 maanden terug van we zijn er vanaf, we mogen ze weggooien. De komende jaren gaan we ze niet mogen weggooien. Hebt u ooit controle gehad de voorbije maanden op CST? Of er gecontroleerd werd en zo. Ja, de mondmaskers. Nee, de mondmaskers moesten niet. De CST hebben wij zelf gecontroleerd. En daar hebben wij gedaan wat moest, met name dat betekent. En dat is lastig. Maar want je personeel zeggen... Eigenlijk. Maar wij hebben het gecontroleerd. En kan je zeggen, er zijn elke avond mensen... Ik heb ook gehoord mensen... van restaurants die zeiden van ja, kom maar binnen. Wel, daar kan ik me niet over uitspreken. Ik kan zeggen, dan moet je niet naar binnen gaan en zeggen ik ga naar een restaurant waar ik gecontroleerd word. Ja. In de cultuursector weet ik dat er als je geen CST hebt en je gaat naar een voorstelling, kan ik me niet voorstellen dat men je binnenlaat als het niet mag. Dus, moraal van het verhaal, meer mondmaskers, als het nodig is. Hè? Wat zegt de meter? Het is een klein beetje gestegen, denk ik, omdat we nu allemaal aan het praten zijn. 318 nog altijd. Maar het blijft veilig. Goed, oké. Tijd voor ons volgende onderwerp.